Slam, bam, klap, babber en welkom bij een verse commentaar hier op insidegamer.nl of op YouTube. Ligt eraan waar je zit te kijken. Het kan trouwens ook op Facebook. Kan het ook op Facebook? Ja. Op je smartwatch? Nee. Nee, heb je nog nooit geprobeerd? Nee. Oh. Kan je geen video op kijken, nadat ik weet. Wat stom zeg. Ja, misschien wel op, denk niet op Dave, misschien wel op Android smartwatches. Zou kunnen. Zou kunnen. Zou hartstikke onhandig zijn, maar het is wel... Kan wel. Ja. Ja. Maar goed. Voor mij sowieso een onhandig ding. Ja, ik heb een tijdje ook één gehad, maar... Ja. Ja. Niet mijn dingetje. Nee, je doet er echt helemaal niks mee. Ik doe er helemaal niks mee. Je kijkt erop hoe laat het is, maar ja. Dat kan ook op een analoog... Af en toe kijk ik wie er belt, als ik toevallig op een fiets ja, zit. Ja, of als je een berichtje krijgt van iemand, dan denk je van, ah ja, ik heb een bericht van die gekregen. Of, ja. Het is wel handig als je aan het fietsen bent en je hebt navigatie aanstaan. Ja. Dan kan je kijken, oh, ik moet over 100 meter naar links en dan fiets je alsnog tegen de paal. Ja. Ja. Nee, ja, dat, inderdaad, een beetje overbodig speelgoed. Hmm. Ik wilde er wel heel graag een hebben, man. Ja, al sinds Knight Rider wilde ik gewoon een smartwatch. Praten door je... Dat kan wel, hè? Je kan bellen met iemand met je... Ja, zeker. Maar dat is ook onhandig. Enorm onhandig. Het ziet er wel dope uit, alleen het is fucking onhandig. Ja. Nee. Hoe was je week? Wel lekker eigenlijk. Drukjes. Drukkig. En ik ben verplaatst. Ik zit nu daar. Dat is een sta-ding. Ja. En die kan omhoog. Ja. Dat vind ik zo fijn. Ja, kan je staan. Ja, dat voelt als een cadeautje, man. Een nieuwe stoel. Mooi. Zo'n week. Zo'n week, helemaal blij is die. Nou, mooi is dat. Nee, dat was natuurlijk ook de week dat Fortnite eigenlijk naar Android is gekomen. Ja. Dus dat gaat wel een dingetje zijn, denk ik. Heel veel mensen kunnen hem nu ook nog op een tablet en op een smartphone gaan spelen. Ja. De Samsung Galaxy Note 9 presentatie was. Ik heb hem niet gevolgd, dus ik kan er ook niet heel veel zinnigs over zeggen. Het enige van, wat ik weet is dat ze de nieuwe Note 9 hebben laten zien. Ja. Volgens mij hebben ze een nieuwe smartwatch laten zien, waar we het ook net over hadden. En natuurlijk Fortnite op Samsung devices. Ja. Kan je hem nu spelen voor de komende dagen is een beta. Volgens mij daarna wordt hij ook beschikbaar voor andere Android devices. Als het goed is vanaf zondag. Vanaf zondag zou die. Okay. Ik heb geen idee hoe laat. Het is, ik heb wel even gezocht, maar kon het zo snel niet vinden. Er staat een hele rits aan Android devices op de site van Epic Games. Zodat je kan checken of jouw toestel het al dan niet zou kunnen draaien. Ik heb wel gezien dat er een aantal toestelnummers niet bij staan van nieuwere telefoons. Dus je kan altijd de boven maken. Ja, nou ja, ik heb bijvoorbeeld de Zenfone Max Pro. Ja. En die staat er niet tussen, maar de Zen 4 Pro wel. Maar hoe kan het dan dat je hem niet op een nieuwere telefoon kan spelen? Dat denk ik dat het wel kan, maar dat het nog niet in het lijstje staat. Okay. Dus ik zou gewoon zeggen... Probeer het. Het is gratis. Daarom. Ja. Ja. Maar hij staat niet op de Google Play Store. Nee, je moet hem plukken vanaf de Epic Games site. Dan krijg je een .apk bestandje. Ja. Die mik je gewoon op je toestel. Dan ga je naar je instellingen en dan ga je zoeken naar unknown apps. Yeah. En dan geef je toestemming aan Chrome om die app te installeren. Yeah. Bob's your uncle. Maar ben je niet bang dat het straks fout gaat? Mensen gaan natuurlijk die APK gaan ze modden. En dan gaan mensen het installeren. Haal gewoon die APK van de Epic site af, dan is er niks aan de hand. Maar mensen zijn slim, hè? Die maken dan die Epic site na. Die noemen dan epics.com. Ja, dan moet je gewoon je ogen open houden, hoor, jongens. Nee, het gaat mis. Mensen gaan per ongeluk de verkeerde APK installeren en zijn al een... Pas op voor scammers. Ja, okay. Zeker doen. Maar het was ook de week van Red Dead Redemption 2. Hell yes. Gameplay trailer van deze titel die uitgekomen uit oktober van dit jaar. En we hebben hem in actie gezien. Zeker weten. We hebben eindelijk een flink stuk aan gameplay gezien. Een aantal elementen die heel belangrijk gaan worden in de game. Ik ben echt super hyped, maar dat komt ook omdat ik echt fan ben van RDR. Ik ben as we speak nog steeds bezig, moet ik eerlijk zeggen. Met deel 1, want die doe ik er steeds even tussendoor als ik iets anders aan het spelen ben. Ja. Maar ik wil hem wel even afmaken, nog een keer afmaken, voordat ik aan 2 begin. Mm-hmm. Maar ik was heel erg onder de indruk. Ze hebben nu een systeem bijvoorbeeld met schieten, dat heet Deadshot, Dead Eye uit mijn hoofd. Dead Eye. Ja. Waarbij je meerdere targets kan plukken en je als een echte gunslinger gewoon zo blam blam iedereen overhoop kan schieten. À la Max Payne. À la Max Payne, ja. Ja. Bullet time. Ja. Maar dat is... Ik hoop... We hebben het eigenlijk over Red Dead, maar ik hoop ook dat ze weer een keer een nieuwe Max Payne gaan maken. Dat zou ik heel vet vinden. Want ik weet niet of Max Payne 3, dat was ook een Rockstar game, of die het heel goed heeft gedaan. Maar die vond ik wel echt gruwelijk, man. Eens, ik ook. Wauw. Ja. Met een zuipende Max Payne die helemaal van het padje af was en met zijn Hawaii blues. Zwaar depressief. Gast, man. Die game werd op een gegeven moment wel heel erg pittig. Ik weet nog wel, zat ik vast in een stadion of zo.
Dan kwam ik al schietend om een hoekje kwam ik eruit, maar ik had nog maar heel weinig held. En ik kwam maar niet voorbij het stukje, omdat ik steeds één kogeltje, ik was er steeds aan. Ik had gewoon een verkeerd save point aangemaakt, want die game had een verkeerd save point voor mij aangemaakt. Dus eigenlijk was het niet zo goed game design. Nee, dat is verschrikkelijk game design zelfs. Dat is een beetje een beginnersfoutje. Ja, dat je gewoon niet voorbij een stukje komt. Nee, maar dat je ook niet een eerder save game kan pakken dan. Maar de shootouts in Max Payne zijn zo gruwelijk. Ja, eens. Ja. Nou, ik hoop dat het bij Red Dead ook het geval is. Ik denk dat het wel anders zou zijn. Het gaat geen Max Payne. Nee, je hebt zeker natuurlijk revolvers. Ja, zeker niet. Maar die paarden alleen al. Hoeveel detail er in die paarden zit. Hoe ze soort van, je ziet een soort van driftende paarden. Hoe ze die stapjes nemen als ze opzij gaan. Ja. Hoe je kan schieten vanaf je paard. Hoe je je paard kan trainen. Zodat hij rustiger wordt. Ja. Dat echt je metgezel gaat worden. Ja, maar dat wordt ook gewoon. Er zit echt een soort van een krankzinnig gevoel voor detail. Want die paarden, de verschillende paardenrassen hebben ook verschillende karaktereigenschappen. Ja. Weet je, een stijlje van een. Ik weet geen paardenras op de druiden. Een Fries, een Belgisch paard. Ja, een als er Arabier. Een Fries zal waarschijnlijk heel. Wauw. Mijn opa was paardenhandelaar, die handelde in Arabieren. Dingen zijn fucking veel geld waard. Ja, dat weet ik. Dat is het enige. Ik weet nog wel een keer een verhaal van mijn opa. Dat hij een keer een paard verkocht voor 1,5 ton. Aan een Arabier, zo'n paard aan een Arabier. 1,5 ton? Ja, die had het best nooit gezien. Maar die liet hem gewoon overvliegen naar Saudi-Arabië of zo. Krankzinnig. Ja, want dat beest had een goede bloedlijn of zoiets. Ja, dat gebeurt. Maar dat geldt voor die Friese daarbij. Of nee, Friese dingen. Weet je hoe ik heet van voor en achter? Ja. Martin Verschoor. Ja. En er is nog een Martin Verschoor. Dat klopt. En dat is een, professioneel springruiter. En ik heb een keer een heel pakket aan materiaal binnengekregen. Want die meneer mocht meedoen aan Jumping Amsterdam. Dat is de grootste springconcours van Nederland. En ze hadden het op een of andere manier naar mijn adres gestuurd. Hoe zou mijn adres komen? Geen idee. Maar we hebben inderdaad dezelfde voor- en achternaam. Maar ik kreeg dus alle inschrijfformulieren en de papieren voor mijn bus en voor mijn groom. Dat is zeg maar de man die je paard opzadelt en borstelt. Ja. Dus ik dacht eigenlijk, misschien moet ik gewoon een stokpaard kopen. En dan met al die papieren naar die shit gaan. En dan, het is ook in de Rai of zo, Amsterdam Rai. Allemaal, volgens mij zitten de koning en de koningin zitten ook altijd te kijken naar het springconcours. In ieder geval Beatrix was altijd een grote liefhebster daarvan. En dan moet ik gewoon om een stokpaardje binnenkopen. Ja, had je eigenlijk moeten doen. Wist je dat dat een soort van sport is in Finland? Ja, dat is inderdaad een sport in Finland. Anyway, paarden dus in Red Dead Redemption 2. Ik weet alles over paarden en ik vond dus deze paarden er ook goed uitzien. Maar het water was ook spectaculair mooi. Ja, jij je watervet is. Nee, dat is mooi. Vertel nog eens een keer over die Shanghai Studio, man. Nee, doe ik niet. Oké, tof. Anyway, ik ben in ieder geval, ik kan echt niet wachten. Ik vind het ook heel vet. Je hebt een kamp, dat is je hub. Ja. Er zijn 9 vaste bendeleden en alles wat er omheen hangt, dat komt een beetje aanwaaien. Je kan je bendeleden inzetten om op pad te gaan voor je, om overvallen te plegen, om te gaan vissen of te jagen. Je hoeft niet terug te keren naar het kamp, althans soms worden er natuurlijk wel opdrachten getriggerd, dus dan zal je wel even terug moeten. Maar Rockstar laat je helemaal vrij om rond te dolen en te zwerven in die game en dat gaat mij zoveel tijd kosten, jongen. Ja, en je speelt deze game natuurlijk met Arthur Morgan en je hebt natuurlijk die bendeleden om je heen. En ik had op zich wel verwacht dat je kon switchen tussen die bendeleden, hoe ze dat ook al hadden gedaan met GTA 5. Maar ik heb er wat langer over nagedacht en ze gaan zich juist focussen op de story van Arthur Morgan. Dat is wat we gaan krijgen. Ja. En je gaat natuurlijk ook ondertussen ga je John Marston tegenkomen. Uit deel 1. De protagonist. Die tijdlijnen gaan kruisen met elkaar. Dus, ja, super vet. Dat wordt heel dope. Ja, het is de game van het jaar. En dat iemand zegt het ook. Barton zegt dat. Ja, Barton. Die zegt, wauw, super vet. Al die details, zoals die paarden en het protest van hen en die lichtval, prachtig. Ziet er ook weer een stuk soepeler uit. Wat andere ontwikkelaars hun games maar uitstellen. Oktober, het najaar, zal volledig om RDR2 draaien. Ja. Misschien. Ja, nee. Weet je, het is en blijft wel een cowboy game. Ja. Net zoals western films. Ja. Die zijn niet heel makkelijk te marketen voor filmuitgevers. Omdat mensen houden gewoon eenmaal niet van western films. Hetzelfde heb je een beetje met western games. Weet je, jij weet wat Red Dead Redemption is. Jij weet wat Red Dead Redemption is. Ja. Maar 9 van de 10 mensen, en misschien ook wel gamers, hebben geen idee wat dat is. Weet je, dan moet je er echt wel bij zetten van de makers van Grand Theft Auto. En dan gaat er misschien een belletje rinkelen. Nou ja, dan heb je wel echt wel een unique selling point. Toch? Ja. En dat gaat ook gebeuren, maar ik weet niet of dat genoeg gaat zijn om mensen te laten overgaan tot
aanschaffen van een Western game. Ja. Ja, want het blijft wel een Western game. Ja. Ik ga er waarschijnlijk heel erg van genieten. Maar ik hoop dat heel veel andere mensen dat ook gaan doen. Ik ben heel nieuwsgierig hoe Rockstar de marketing gaat aanpakken voor deze game. Als in de mainstream marketing. Ja. Kijk, bij ons kunnen ze natuurlijk gewoon aankloppen. Want wij hebben een doelgroep die weet dat deze game eraan komt. Dat sowieso. Ja. Maar hoe ga je dit, weet je, ga je spotjes inkopen op Discovery Channel of RTL 7 of whatever? En dan, wat ga je vertellen aan de mensen? Van de makers van Grand Theft Auto 5. Ja, en een heel stuk van Grand Theft Auto en dan een klein shotje met... Explosie. Ik vind 26 oktober veel te ver weg. Ja, maar wat ik wel tof vond aan deze trailer is dat ze vooral uitleggen wat je er allemaal in kan doen. Ja. Echt 6 minuten gameplay en gewoon de trailerstem. Volgens mij ook dezelfde trailerstem als die van GTA. Dat zou wel kunnen, ja. Die gewoon uitleggen wat je allemaal in de game kan doen. Geen spectaculaire geregisseerde trailer, maar gewoon bam, dit is wat een beetje... En dit is pas het eerste deel van de gameplay. Ja, er komen er nog 2 aan, hè? Ja, geloof het wel. Zoiets, misschien nog wel 3. En eerst dus de singleplayer die we gaan krijgen en 2 weken later gaan we de multiplayer krijgen. Ja. Ik weet niet of dat al bekend was, maar dat is zo. Vet. Ja, weet je het nu. Kan niet wachten. Ja. Goed. Red Dead dus. Simon Belmont en King K. Rool nieuw in Super Smash Bros. Ultimate. Ja. Ja. Oh, dat is Lucas. Lucas wordt lijp. Ik vond het mooi. Wanneer was die? Dat was woensdag, hè? Ja. Wij zaten die Tetris te spelen. Lucas kwam hier staan. Hey Mons, wat ga je doen met Super Smash Bros? Jij zat er weg zo aan te kijken. Oh, kut! Ja, het hele kwartje was niet... Ik ben helemaal niet bezig met die game. Nee, ik ook niet. Ik had zoiets van, ja, Nintendo Direct, oké, belangrijk. En dan straks Niels even filteren, kom wel goed. Maar ja, Lucas die stond hier rond te hollen als een halve zool. Dus opeens viel het kwartje dat het toch wel misschien een dingetje was. Ja. Dus ik heb als een malle en vloekend heb ik de persco meegetikt. Want ik snapte echt niet wat ik... Is dit nieuw? Is dit nieuw? Ja, maar het is gelukt. Goed, prima artikel geworden. En Simon Belmont zit erin. Ja, en dat vind ik wel leuk, want ik vind Simon Belmont vind ik wel een hele toffe character. Ik heb wel wat Castlevania gespeeld. Ik heb veel Captain N gekeken, dus zat Simon Belmont ook in. Mm-hmm. En dat is, is gewoon een soort van held. Ja, nou, we hebben hier overal game devices staan. Hier voor jou rechts van de kamer staat een hele grote 65-inch tv met onze PlayStation en onze Xbox eraan. Maar we hebben hier om het hoekje een Wii staan. En daar spelen die gasten ook elke dag nog Super Smash op. Ja. En de emoties lopen daar ook hoog op. Ja. En dus die guys hier verzamelden zich hier allemaal afgelopen woensdag om die direct te kijken. En ik zat ook mee te kijken. Ik heb ook weinig met die serie, maar ik kreeg er wel ineens heel veel zin in. Omdat die game zit zo boordevol met content. Ja. Volgens mij 103 stages, ik weet niet hoeveel vechters. En ik hoorde allemaal termen voorbij komen. Wow, ik wil het ook, had ik op een gegeven moment. Ik snap het, man. Ik snap het. Gek genoeg was... Ik heb de game namelijk ook al kunnen spelen op de E3. Daar is me ergens geroepen door zowel Lucas als door Jacco. Hartstikke leuk. Het is gewoon echt niet mijn game. Het is te hectisch. Ik trek het niet op een of andere manier. Zeker niet als het met meer dan twee personages is. Maar er was bijvoorbeeld dingetjes die sprongen er wel uit. Wat ik bijvoorbeeld heel vet vind, is dat Nintendo de muziek heeft ook van de series van de games, van de personages die erin zitten. Totaal 28 uur muziek of zo. Ja, zoiets. Ja. En je kan die muziek ook gewoon, daar kan je playlistjes van maken. Die kan je gewoon luisteren op je Switch met je scherm uit. Dus alsof je Switch ineens een smartphone is of een iPod. Ja. Mocht je dat leuk vinden. Nou ja, ik vind het wel tof. Ja, Red Dead komt dan niet uit op de Switch. Maar stel dat ik dan de soundtrack van Red Dead kan luisteren op mijn device. Omdat die tracks erin zitten. Ja. Oké, okay, leuk gezonnen. Ja, zeker. Er komt ook nog een Ultimate Special Edition uit. Ja. Lucas heeft hem volgens mij al besteld. Ja, natuurlijk. Maar er komt een GameCube controller bij met een speciale hub. Zodat je met je GameCube controller ook die game kan spelen op Nintendo Switch. Lucas, is dat met een hub? Kan die niet gewoon direct aangesloten worden met een USB-snoer? Nee, hub. Daar hebben we het over. Oh, die GameCube controller. Ja, dan kan je met een adapter. Ja, adapter. Maar je hebt ook onofficiële controllers en die hebben USB, dus die kunnen direct op de Switch. Okay. Maar Nintendo zelf brengt de adapter uit die je kan gebruiken. Oké, dat dus. Dank je. Ja. CyberFL zegt, ze geven een GameCube controller erbij, maar krijg je hier ook... Hier krijgen jullie een GameCube remake van Smash. Wat? Nee. Ja, wat zegt hij? Ik wil dan. Hij zegt Cyber. Cyberfl. Ze geven een GameCube controller bij. Met andere woorden, hier krijgen jullie een GameCube remake van Smash. Nee, joh. Nee, jongen. Dat zijn we niet maar. Echt? Mensen niet. Die game hardcore spelen, willen die game spelen met een GameCube controller. Daarom zet hij erbij. That's it, man. Ja. Het wordt echt geen remake. Echt niet.
Nee. Echt nee, niet. Deze wordt gefine-tuned. Ja, bim. Wordt veel gespeeld. Althans, daar ga ik vanuit. Ik ben heel benieuwd. We, gaan, we laten gewoon onze redacteur erop los. We laten Lucas erop los, Jacco erop los. Bammes hier. Samuel speelt heel veel. Samuel speelt het achterlijk veel. Ja. Ja. En dan horen we vanzelf wel hoe goed of slecht hij is. Zal wel goed zijn. Ik denk het ook wel. Nintendo kennende. Ja, joh. Gamegeschiedenis. Ja, man. Dat is jouw ding. Wil ik nog even aanhalen. We hebben echt een hele toffe rubriek afgetrapt. Het is, er is een jongen die heet Wietse. Die heeft een website. Het heet gamegeschiedenis.nl. En die verzamelt allemaal oude game-gerelateerde zaken uit het Nederlandse verleden. Mm-hmm. En dus ik vind het tof dat Wietse dit soort dingen gaat proberen te achterhalen. Hij spendeert echt uren in archieven en Nederlandse bibliotheken om allemaal dit soort dingen te vinden. Mocht je dus zelf ook nog dingen thuis hebben waarvan je denkt, nou, dat vindt hij misschien wel interessant. Of je vindt dit sowieso een tof project en je zou hem willen helpen, dan kan het makkelijk. Hoe dan? Nou ja, bijvoorbeeld als je zelf ambitie hebt om dingen, de archieven in te duiken. Van beeld en geluid of van de Nederlandse bibliotheek. Hoe dan ook. Ga je nog leuke dingen doen dit weekend? Want ik wel. Ja, jij gaat zeker leuke dingen doen. Ik ga niks bijzonders doen. Dus nee. Oké. Okay. Ik ga zondag naar Nieuwegein. Daar is een hoe heet zo'n recreatieterrein. Een soort van een actieve do-dingesdag. Ja. Met wakeboarden en boogschieten en dingen. En daar heeft Asus heeft daar de soort van finale voor een PUBG team. Hoe noemden ze het ook weer officieel? Nederlandse pro-team selectie. In ieder geval, daar worden mensen geselecteerd die in dat team terechtkomen. Ja, maar misschien het vooral... weet je nog wel, we hebben begin van het jaar een hele tour gedaan. In met een bus. Busje door Nederland zijn we op zoek gegaan naar PUBG-teams. En dit weekend is de grote grand finale. Ja. En jij gaat er ook een commentaar zomerspecial opnemen. Klopt. Met barbecue en gezelligheid. Barbecue, dus, gezelligheid, Jiraski. Ja, het wordt gewoon leuk. Het wordt gewoon een hele gezellige dag. En het wordt, mooi weer. Wordt heel mooi weer. Ja. Hopelijk niet te warm, maar er is daar verkoeling. Dus ik neem mijn lelijke zwembroek mee. Zeker doen. Ja, okay. Uitstekend. Jullie ook een fijn weekend en tot de volgende.